En hallo iedereen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag een bijzondere video, want ik ben hier zo samen met... Yoghurt! Hier! En wij zijn in Creative. Want we hebben een server en ik ga Yoghurt een leuke rondleiding geven over wat ik heb gemaakt. En dan kunnen jullie dat ook een beetje zien. En ja, wat gaan we er daarna mee doen? Er is maar één oplossing, TNT. Explosions. Yeah. Echt wel. Maar ik ga eerst een rondleiding geven. Dus. I will follow you. Zal ik eerst het huis laten zien? Nee, nog geen TNT. Nog niet. Nee. Aww. I want TNT. I want explosions. En deze deur die was toen zo omdat... Ja, zombies. Oh wacht, laat ik eerst naar boven gaan, want daar is dus helemaal niks. Zo, dus... opgelost. Mooi. hier zo boven is helemaal niks, dus dan laat ik jou eerst dat zien. Oké. Okay. Helemaal niks. Hier zo was eerst de sheep farm. In ieder geval, hier zo waren veel schapen, maar ze kregen geen nieuwe wol. Blijkbaar moesten ze met gras. Super slim. Super slim. En dit heb ik allemaal gemaakt. En dus, het is eigenlijk helemaal leeg, dit. En dan kun je hier zo naar boven. Kom ik eigenlijk zo'n beetje nooit. En dan heb je hier zo'n mooi uitzicht over... I don't know what it is. Wat is het? Alleen we hebben alles uitstaan qua schaken en zo, want anders lacht het heel erg. Ja, dat is gewoon mijn versie van lag. I can slap you. En... Even kijken, daar zo zie je de beesten van, zou ik zo meteen ook laten zien. Mm-hmm. En dit is eigenlijk gewoon niks vanaf hier zo boven. Ik volg je. Even zo. Ik moest hem even dicht doen hoor. En ja, hier heb ik een kleine vorm met van dat nether spul. Nether ward volgens mij. Oh ja. Met een T. En dan gaan we beneden weer. Ja. Oh, ja. En dan gaan we, denk ik, dit is hier zo. Kijk, dit huisje, daar zo heb je de Nether Portal gewoon gebouwd, omdat het kan, eigenlijk. Een Nether zonder gas, dus. En dit was voor het paard. Ik heb hier zo'n tijd een paard geplaatst en zo. Die was toen uiteindelijk ontsnapt in de Nether en toen had je hem nooit meer gezien. Nee, die is bij die end, volgens mij. En hier zo sla ik alle onzin als stone op en hier zo smelt het. Dus dit is eigenlijk het meest onzinnige huisje wat er is. Gebruik tab, hè. Time. Zo, gedaan. Ik doe het al. Oké. Dan gaan we nu naar... laat ik eerst hier zo boven laat ik meezweven. Ja. Kijk, hier zo is mijn super professionele farm. Mm-hmm. Oeps, sorry. Ah, geeft niet. En ik heb dit gebouwd. En de ISO zitten alle beesten dan in. Maar die hebben we net grotendeels gekild en dat soort dingen. Dus ja. En, hier is gewoon... Oh, ik heb er wel water in geplaatst. En hier heb ik dan alle wol in, die ik dan heb gekregen. En aan de andere kant heb ik hier zo dan al het vlees. Nou ja, die is leeg. Oh, geen vlees? Nee, geen vlees. Heb je opgegeten? Echt wel. Like en aan deze kant komen dan alle paarden en dingen. Ik zag daar wel net een schaap toen die nog niet enabled was. Ja, weet ik. Schaap. En hier, zo... Dit was echt heel veel werk, in ieder geval het... Ik hoor villagers. Nee, de villagers zijn er wel. Oh, ik dacht die worden gezien als animals. Hoi. Een iron golem. En hier ben ik nog bezig met mijn village. En kijk het dak dan. Dak. Oeh. Dat is veel glas, geloof me. Ben je lang veel werk. Ja. Maar dit is echt, volgens mij maak je van deze villagers gewoon proefkonijn, omdat je gewoon duizenden deuren hier hebt zitten plaatsen. Ja, maar dat is gewoon voor nu eventjes, want ik wou meer villagers, maar ik had nog niet meer huizen, want ik had daar nog geen tijd voor gehad. Ik wil alle huizen onscreen maken.
Maar ik wou offscreen wou ik met die villagers aan de slag dat ze hogere levels waren werden en zo. Oké, dan gaan we nu naar buiten. Oh ja, het moet weer zo, hè? Mm-hmm. Oh. Bitch. Ja, maak je maar geen zorgen. Weet je wat, we gaan niks verbeteren, want alles wordt toch opgeblazen met TNT. Dat zijn spoilers. Oh ja, ja. En dit wordt mijn kasteel. Ben ik nog druk mee bezig? Moet je echt even kijken. Ik ben echt heel blij met hoe die vloer eruit ziet. Kom eraan hoor. Ik moet eventjes iets... niks. Okay. Just in case. Alvast. Oké. Maar kijk dan, ik ben echt super blij met deze vloer. Wauw, goed gedaan. Ziet. Wacht even. Nee. Zo, even twee deuren hoor. Oké. Nu kan ik in goede stijl naar binnen. Oh. Dan moet je even vanaf deze kant kijken, want... Ja, hier zo deze hoeken, die zijn nog niet af. Hier moet vuur komen. Oh, nice. En dan, ik ben hier zo nog mee bezig, dus het is... Wat doe je daar? Nou, ik ga hier naar boven. Hier, hier. Ah! Waar? Je gaat de verkeerde kant. Nee! Oh. Je gaat de verkeerde kant. Sorry. Hier zo. Hey. Maar ik kan vliegen, dus dan vlieg je toch. Ja, maar dat is hek. Dat zijn heks. Kijk, hierzo moet ik nog denk ik wat bouwen. Het is meer gewoon dat je een kasteel hebt. En kijk, hierzo heb je dan een mooie trap naar boven. En dan kun je hier zo mooi zo van, hey, uitzicht en zo. Ook mooi. Ik kom er weer aan hoor. Verwacht er. Just in case. Waar ben je? Ik kom beneden. Wee! Ik ben buiten. Deze boom moet weg. Ja, ik ben hier achter je. Oh, ja. Kom. Ha! Hierzo? Mijn. Kijk, dit is mijn mijn. Ja, ik kom er weer aan. Eventjes een deuropening. Wacht er. Zo. Oh, en hierzo moet je niet op letten. Dit naar beneden. Waar? Ben ik nog mee bezig, maar het ziet er niet uit. Wordt toch opgeblazen, dus... Ja. Maar dit ziet er heel nice uit. Je hebt meer ondergronds dan bovengronds, zo te zien. Nou, kijk. Check deze ruimte. Holy fuck. Dit is echt TNT waardig. Nee. Ja, nog wachten. Ik moet eerst nog een mooie rondleiding geven, hè? Oké, en hier is wat knoppenlapis. Oh, ik wou hem bijna hier tegenaan plaatsen. Was niet zo handig, lijkt mij. Nee. Tegen de close. Of tegen de redstone blocks. En hier zo kan ik dan alles in dumpen en zo... Oh, dit is wel nice gedaan met... En hierzo moet nog een deur komen. Een redstone deur, dat als ik deze draai, dat hij dan dat je dan er doorheen kan. Maar daar ben ik nog. Dat moet nog komen. En dan kunnen we hierheen. En hierzo komen we in deze ruimte. En dan kun je hierzo gaan vissen. En dan kun je, of je kunt hierzo AFK staan. En dat vissen, dat kun je dan doen zodat je in de tussentijd... dat hier zo dan skeletons spawnen. En die gaan dan... wacht. Wij gaan via de toeristische route... Wacht. Dus toeristisch, voor de kijkers, dat ze het kunnen zien. Kijk, hier zo heen. En dan skeletons, die willen altijd naar boven zwemmen. Die willen altijd als blijven drijven, dus... staan dan een soort van op spatie. En dan gaan ze hier zo naar boven. En nog verder naar boven. En dan komen ze hier zo wii. En dan gaan ze zo vooruit. En dan flikkeren ze hier zo naar beneden. En toen waren ze dood. In dat geval, lijkt mij. Die staat in de weg. En dan zit... Wacht, ik zal wel even... Ja, mooi. Oké. En dan kan ik hier zo allemaal slaan en dan heb ik hier zo bones. Slaan? Ze zijn toch meestal ook dood dan, lijkt mij, of niet? Nee, ze zijn dan met één keer raken zijn ze dan dood. En kijk, hier zo al deze arrows. Deze oeh. En hier zo. Oh, dat zijn al hun special items. Ja, zo soort dingen. En hier zo wil ik alle biomes gaan maken. Dus een jungle biome, swamp en dat soort dingen. Oh, je bedoelt in miniatuur variant. Weet je hoe dat zit met Silk Touch? Want ik krijg nooit Silk Touch.
Silk Touch. Oh ja, kijk, hier kunnen ze dan kijken naar al die skeletons. En waar gebruik je Silk Touch mee? Als je dan bijvoorbeeld een glowstone hebt en je doet dat dan met Silk Touch, dan gaat hij niet opbreken in allemaal kleine stukjes. Dat kan niet. Dat kan je alleen met items volgens mij die met gas normaal hoort. Of met niet met gas, maar die zijn bedoeld voor schep, zeg maar. Ja, maar dat kan ook met een pickaxe. Ook is niet eens dat een pickaxe Silk Touch. Het kan wel, maar... Maar volgens mij is het glowstone gewoon hetzelfde als glas. Dit zijn twee slime chunks. Mm-hmm. En hier komen de slimes. En hier boven ben ik met nog een laag bezig. Maar deze is nog niet zo heel ver. Nee, ik merk het. Als we nou een soort van al een beetje TNT, want dan ben ik meteen een slime chunk groter. De gast voor mij, ik ben de gast. Oké, jij bent de gast, jij mag me aansteken. Yeah! Oh, wacht, laten we naar beneden gaan. Boom, 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 boom. Nog meer. Wow. Ik denk dat er al een deel mee is van jouw... Ja, hier is ook al een deel mee. Hier is een... Oh, hier heb je een trampoline, yeah! Ja, ik heb een trampoline gemaakt. Yeah! Oeh, ik zag gold. Yeah, ik weet waar gold zit. thanks TNT for everything. Kijk, wel even een mooi rond nog. In deze gang. Oh, dit is wel een mooie gang, zeg maar. Zo'n... Even kijken, ik kom naar je toe. TNT. Nee. Alles. Go away. Oh, nou nee, ik moet sneller. Ik moet sneller dan de TNT. No. Snel TNT plaatsen, want dan kunnen we hem uitbreiden. Oh, hij stopte met. Gaat hij door? Oh, licht. Okay. Niemand kan wat zien. Ik kan wel wat zien. Aha. Ja, maar dat... Ja, I know. Anders krijg je van die Yosha effecten. Zo van, ik kan veel beter video's maken dan jou. En dan neemt hij een hele zwarte video op. Oké, laten we dan maar hier beginnen met aansteken, zodat we nog wat licht hebben. Okay. Even zo. Zal ik hem aansteken? Bijna. Oh, oké, goed, hij joh. Aan. Hij is aan. Ah! Boom, 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 boom. Lang leven er geen animals. Ja, dat is wel mooi. Mooi, je gang is wat groter. Oh, hier is nog een locatie van jou. Hier is... Oh, hier heb je lapis lazuli. Als je het nodig had. Nah. Zo, oké. Ik ben er. Yeah. Ik wil naar buiten. Het is een automatische deur. Je gaat gewoon naar buiten. Oh. /DZD. Oeh. Kom eraan hoor. Even voorzichtig. Even de brug. Oké, dat is wel mooi. Oh, nu wel. Kom. 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 Zo. Maar... Kijk. Hier zo beneden. Check deze kamer. Ik ga hem niet hier plaatsen. En check deze chest. Plaats jij even TNT op het plafond. Ik denk dat wel leuk is. Wat? Oh, diamonds. Plaats even TNT op het plafond. Ik denk dat dat... Nee, TNT op het plafond. Ja. Ja, maar ik moet eerst dit ook nog laten zien en zo, hè. Ik moet nog verder rondleiding doen. Oh, oké. Okay. Jij hebt TNT, hè? Kijk. Oh, wacht. Deze ga ik ook op de server bouwen. Kom eraan. Dus, Raad jij nou TNT? Nee. Kijk, dit ga ik ook op de server bouwen. Een volledig automatische melon farm. Oh, zo'n ding. Ja. Oeh. Mhm.
En hier zo, wat ga je doen? Wat ga je doen? Ja, ik dacht dat je meer glas had. Daar zo wou ik meer gaan doen. Kijk, hier zo heb ik mijn bibliotheek. Waar ben je? Oh. Hier, terug. Daar. Hey. Kijk, hier zo al deze cd's en hier staat een Shitty. Enchanted sword in. Wat me heel veel heeft gekost. Diamond sword. En die glitch toen in de vloer. Is het nu beter? Ja. Is het beter? En hier staat mijn enchanting ruimte. En hier staat allemaal music discs en zo. En hier beneden ben ik bezig met een soort van... Our life. Deze ruimte wordt nog groter gemaakt en zo. Stilte ruimte. Ja. Wow. En even kijken. Hier ben ik nog bezig. Deze moet je even wegdenken. Maar dit wordt een super vette kamer. Ziet er al super vet uit. Ja. Nog niet opblazen dan, hè? Nee, okay. Moeten we even alles connecten met elkaar, deze ruimtes? Je weet dat de hele server dan vast gaat lopen, waarschijnlijk. Nou, maakt toch niks uit. Nee, oké. Okay. Oké, okay, zo. Zo. Oké, ik ga even deze stilte ruimte locatie even... Woehoe! TNT! Mijn potato farm. En een wortel. Dat was al jouw werk. Oh, ik heb ook zo'n farm gehad. Deze is volledig automatisch, hè? Ja. Ja, ik heb toen ook, dat die dan. Gaat, ik weet nog dat ik dat met cactussen deed toen. Omdat ik gewoon cactussen, dat is anders. Deze is als het groeit, dan gaat die ding naar beneden. En cactussen die vallen gewoon naar beneden als je daar zo een naambordje, zo'n bordje neerzet. Of een blok. Vroeger hadden ze geen bordjes, dus moesten ze met blokken doen. Dus dan had ik echt echt verdieping op verdieping op verdieping, zeg maar, van dat soort dingen. Oh ja, en ik heb ook een automatische chicken farm, chicken cooper dinges. Kijk, hoe staat hier? Ik kan meestal farms gewoon voor het zinloze, zeg maar. Wat? Ik kan meestal echt gewoon zinloze farms. Ja, maar dat is het ook meestal. Maar het is op zich wel handig. Want als je het niet hebt, dan mis je het. En als je het wel hebt, dan is het zo van... Oké, ik heb het. Niet hier plaatsen. Ik al even de TNT gevaarlijke spullen weg. Of die zorgen dat de TNT hier explodeert. Oké, dit is... Oh, ja. Veel te moeilijk te krijgen is. Bergen met lapis. Lapis. Wat heb je hem aangezet? Is hij aan? Ja, dat was een pressure plate.
Oh. Ik hoop maar niet dat de rest is geactiveerd. Oh nee, de rest gaat ook. Oké, we gaan nu direct wel kijken. Oh no. Nice job. Wow, er is zoveel. Tot ziens. Oké. Ik denk iedereen bedankt voor het kijken. En... wow. Wat? Okay. Het is gestopt. Hm? Het is gestopt. Denk ik. Ja, maar de rest is ook allemaal bijna weg. Ja, de rest is weg. Oh, ja. We hebben alleen nog een kasteel. Wow. We hebben nog een kasteel. We kunnen het kasteel nog eventjes met een grote knaller afmaken. Holy shit. Oh, maar dit is dat er was nog. Jouw huis. Oh, wacht. Laat ook maar. Het is langzaam aan het laden en is nu allemaal weg. Zie je, het viel op zich wel mee met de lek, toch? Shit. Het viel op zich wel mee met de lek, toch? Ja, het viel mee. Dus mijn server die kan het best wel aan, mijn PC. Wacht, maar dit ding moet ook nog even. Zet ik een TNT-blokje naast lava. Maar het gaat niet af. TNT gaat niet af door lava. Oké. Wacht. Check. Hier zo. Dit boek aan. Is er nog. Het enchanting boek is er nog. Oh. Ik kan niet goed... meer. Oh. Oh, geweldig. Oké, ik maak even de kamer zo. Jij maakt er echt een berg van en zo. Ja, tuurlijk. Nou, ik zal maar komen. We kunnen beginnen, denk ik, met het laatste wat je hoort. Niemand weet dat hier zo'n TNT is, weet je? Deze village weet het ook niet. Die heeft ook geen idee waar die aan meewerkt. Oké. Heb je al een village? Die ga ik nu plaatsen. Oké. Oké, wachten. Nog niet bewegen, villager, want ik moet eerst de redstone nog aansluiten. Oké, ik ben klaar voor. We wachten tot de villager blij genoeg is om te bewegen. Ja, dan moet je hem niet aankijken, want anders gaat hij jou aankijken. Ja, oké. Oh, hij bewoog. Hij weet gewoon wat er gaat gebeuren. Ja. Kunnen ze wel op pressure plate staan? Ja, ik heb het net nog geprobeerd toen. Zo. Oh. Sorry, ik moest dat even doen. Oh shit. Wow, het bereik. Wat? Ja, komt er nog meer? Oh ja. Vlieg er maar naartoe en je ziet dat alles weg is. Dat was je kasteel. Oh, heb je zoveel tijd... Oh, er zijn nog blokjes. Ja. Heb je zoveel tijd aan besteed? Daar word je helemaal autistisch van, of niet? Echt wel. Oké. Laten we dan nu, ook een ander nu... iemand de schuld? Ja. Geef weer een villager de schuld? Oké. Ik plaats alvast Het begint met een J en ik ga de rest niet zeggen, maar de persoon over wie ik het heb, als die kijkt, die weet over, dat ik het over hem heb. Dus, ja. Zo. Ik weet trouwens niet of dit naar boven gaat, helemaal. Zal maar even... Ik plaats wel van zijn pressure plate. Ik ga niet op de pressure plate staan, zal ik alvast zeggen. Ook geen blokjes erop gooien.
Dat werkt ook namelijk. Oké, ik zal even helpen met het laatste stuk. Vooral dat pad naar boven is denk ik het meest lastige. Dus ik zal sowieso daar wel wat extra's... Oké, plaats hier, op deze speciale, geweldige locatie, een blokje. Een blokje wat? Een zwaar blokje, dus ik denk dat je diamond TNT? Blok... Diamond... Nee, wat doe je? Niet zo plaatsen. Gewoon droppen, met Q. En dan diamond. Een diamond blokje. Voor het effect of... Nee, hier, ik heb hem nu. Ik heb hem geen gegeven. Droppen maar. Oh, wel goed droppen. In het water. Ik hoop dat het werkt. Anders moet ik even zoeken. Oké, hij komt eraan. Hij komt. Zo, plastic. Oké, die werkte dus niet. Voorzichtig pakken, de spullen. Dan heb ik even de andere nodig. Ja, ik moet even nadenken wat het was. Diamond, dan drop ik hem wel. Ik kan alles gewoon. Ja, het moet genoeg gewicht zijn namelijk. Dat denk ik. Oké. Ja! Wat? Oh, hij gaat per gewicht gaat hij verder volgens mij. Dus we hebben meer gewicht nodig. Diamond. Want hoe meer gewicht, hoe beter. Come on, we zijn al... Nog eentje? Nog meer? Vlees. Ah, echt... Vlees, meat. Vlees heeft geen zin. Oh, ja, daar gaat hij. Omhoog. Omhoog. Safety. De rest van je netherwart gaat weg. Ja. Nee. Oké, jouw ding is echt weg. Nou. Hey, we kunnen hier nog altijd wonen. In jouw plek die je nooit gebruikte, zei ik je. Ik moet zeggen, het ziet er wel sick uit om hier zo te gaan wonen. Gewoon. En die villager heeft het overleefd. Bastard. Oké. Hé, hey, en de chest, die doet het blijkbaar ook nog. Die kan het blijkbaar ook niet weg. Ja, hij blaast zichzelf op. Je eigen suicide. Boom. Mooi. Oké, dan gaan we nog heel eventjes naar mijn village. Kom je? Oké. Ja, en dan houden we daarna erbij. Okay. Ik zie hem al. Village, bye. Ja. You are gonna die. Nou, er leven geen village meer. Die zijn allemaal opgegeten door zombies en zo. Oh. Dus ik ben de enige villager. Kijk, dit is gewoon een beetje een plekje waar kom ik gewoon kan zijn. Zo van, hey, ik ben hier. En ik heb hier zoveel diamonds blijkbaar. Ik heb echt superveel diamonds. Heb je alle villetjes aan elkaar geplakt hier of zo? Aan elkaar geplakt? Tenminste, ja. Dit is een village was het. En je hebt dus alles, alle dingen aan elkaar geplakt. Oh, ik zit even... twee huisjes maar. Voor de rest heb ik er omheen gebouwd. Het is een mooie, mooie dag hier in Justin Town. En toen... Justin Town. Dus en toen moest ik een pressure plate plaatsen. Oh, nee. En toen liep Justin rond, vrolijk en zo.
buiten zonder te vliegen. Oké, misschien toch met vliegen. Wat? Oh. Dit stuk van je villetje is nog over. Een moment op. Oké, dat was wel een goed mooi huis, ja. Oké, en dat was dan het einde. Tot de volgende keer, denk ik. En de volgende keer weet ik niet wat ik ga doen. Ik ga waarschijnlijk gewoon verder hiermee. En nou, niet normaal met mee. Dit, maar met gewoon de hele map. En dan zie ik jullie later. En ik wil heel graag Jochert bedanken voor wat hij meedeed. Van blazer. Ja. Yeah. En dan zie ik jullie allemaal TNT later. Run! Rennen voor je TNT! Oh, zo'n actie! Oh. Dit kunnen we ook wel een keer doen. Nou, in ieder geval, iedereen bedankt en tot de volgende keer. Later! Yo.